Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Je hebt het aan de titel al kunnen zien. Ik heb een mega zeemansshoplog voor je. Ik ben de afgelopen tijd een aantal keer naar de Zeeman geweest. Dus dit is niet allemaal van één keer. Sommige dingen heb ik al een tijd liggen. En dat heb ik dan eventjes in een tas gedaan. Omdat ik dacht, dat is wel leuk om een shoplog van te maken. Ik heb inmiddels best wel een tas vol. Dus ja, het leek me leuk om jullie maar weer eens even te gaan laten zien wat ik de afgelopen tijd bij de Zeeman heb gekocht. Dus mocht je benieuwd zijn naar mijn aankoopjes daar, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. De prijzen zullen zoals altijd weer in beeld te vinden zijn. En ja, dan gaan we gewoon beginnen. Ik heb allereerst een, eigenlijk is dit zo'n handdoekje voor in je toilet. Maar hij zit dus aan elkaar, dus je kan hem niet echt lekker uittrekken. Dit is dus een hondje met een kerstmutsje en dit is de achterkant. Het zijn gewoon van die handige doekjes die je in je toilet kunt ophangen als je handen hebt gewassen, dat je even je handen kunt afdrogen. Je ziet hem hier eventjes hoe hij er helemaal uitziet op dit plaatje. Maar ik vond deze wel heel erg leuk, dus ik dacht, nou die neem ik mee, dan hangt hij gezellig met de kerst ook in het toilet. Ik heb er altijd een handdoekje hangen, dus dat is gewoon ideaal. Dan heb ik kerstkaarten gekocht en ik heb even twee setjes meegenomen, er zitten er niet zo heel veel in. Dat zijn deze. Ik moet zeggen dat ik de kerstkaarten best wel duurder geworden vind, maar ook niet heel spectaculair. Je krijgt er hier twee. Dus je hebt hier een hele mooie kerstboom en aan de achterkant ook. Dus ik heb gewoon even twee setjes meegenomen, want ja, je moet de kerstkaarten toch alweer bijna de deur uit doen. Dus ja, ik dacht dan heb ik in ieder geval kerstkaarten in huis. Dus dat is wel eventjes fijn. Dan heb ik twee dingetjes voor mijn haar meegenomen. En ik wilde nog iets kerstigs voor in mijn haar. En ik kwam deze clipjes tegen. Dit zijn clipjes met een kerstmutsje. Het leek me wel leuk om in mijn haar te doen. Ik dacht, als ik dan mijn haar zo wegsteek, steek je er zo'n clipje in. En dan heb je gewoon een kerstmutsje in je haar. Ik heb er twee meegenomen. Ik dacht, dan kan ik aan allebei de kanten mijn haar wegsteken. Doe ik aan twee kanten zo'n clipje erin. Ik dacht, dat vind ik wel gezellig staan. Het is wel leuk voor de kerst, dan heb je ook een beetje kerst in je haar. Het is wel gezellig. Dan heb ik twee, hoe heet deze ook weer, pannenlappen meegenomen. Twee, ja, het zijn er gewoon twee natuurlijk. Het is gewoon één setje van twee pannenlappen. Pannenlappen die moet je ook regelmatig wassen. En ik dacht, nou laat ik nog even een setje meenemen. Deze waren wel leuk, blauw met sterretjes en maantjes. Dus ja, is gewoon iets wat je best wel veelvoudig gebruikt. Tenminste, ik gebruik altijd pannenlappen met koken. En ik dacht, deze zijn wel handig om weer eventjes een extra setje van te hebben. Omdat je ze ook regelmatig wast. Dan heb ik twee keer een bak meegenomen. Het zijn dus twee bakken. Ik hoop dat ik ze even van elkaar krijg. Zo zien ze eruit. Ik heb in mijn keuken heb ik een rek staan. En er staan best wel veel spullen op. En ik vind het gewoon fijn als ik dat in zo'n bak kan zetten. Dat je dan die spullen, als je het dan wil schoonmaken, pak je makkelijk die bak eruit. En dan kun je daar je spullen in doen. Ik heb bijvoorbeeld allemaal bakken staan met pasta en zo. Ik dacht, ja, ik vind het gewoon netjes staan als dat in zo'n bak kan. En ik was op zoek naar platte bakken. En ik kwam ze toevallig bij de Zeeman tegen. En ik had, ze hadden nog twee zwarte. Ik denk, nou laat ik er dan maar twee meenemen. Ik weet niet of ik er twee nodig heb, maar dat komt altijd wel weer van pas. Ze hadden ze in het zwart en in het wit. En ik heb dus de zwarte variant genomen. Dan heb ik een Flex Drain Stop en Hair Catcher. Je wilt eigenlijk gewoon zo'n stop voor in je wasbak. Ik heb een stop en het loopt leeg. Mijn wasbak loopt leeg met de stop die ik erin heb zitten. Dus ik dacht, ja, ik moet eigenlijk iets anders hebben. Toen zag ik deze. Je kunt deze dus omhoog en omlaag doen. Dus je kunt dit stukje kun je omhoog trekken en dan loopt het water weg als het goed is. Het is dus een flexibele afvoerstop en haarvervanger. Het is geschikt voor afvoerputjes met een diameter van 3,6 tot 9 mm. Je zou ook in de douche kunnen doen, zie ik. Je zou ze dus ook in de douche kunnen gebruiken. Is misschien ook nog wel eens een idee dat je er dan nog een haalt voor in de douche. En dus gewoon in je wasbak. Dus die kan ik dan mooi gaan gebruiken. Want ja, ik vind het nu gewoon zonde. Want elke keer mijn water loopt leeg. Je had volgens mij in meerdere kleuren. Blauw en zwart, dacht ik. Maar dat weet ik niet zeker. Maar ik heb zwart genomen. Dan heb ik ook een aantal kledingstukken. Sommige dingen zal ik eventjes laten zien als ik ze aan heb. En omdat er ook wat ondergoed bij zit, laat ik dat uiteraard niet zien. Maar ik heb twee pyjama broekjes gekocht.
Ja, ik vind het lekker om een pyjamabroekje aan te hebben. En ik had deze op de website gezien. En toen ging ik ernaar op zoek in de winkel. En toen dacht ik ook, weet ik eigenlijk niet of ze nog hebben. Want het is natuurlijk wel een beetje een zomerartikel. Toen kwam ik ze per toeval nog tegen, helemaal onder in een bak. Dus allereerst deze. Ik vond deze heel leuk. Ik vind het gewoon heel lekker met slapen. En ik zal ook zometeen even uitleggen waarvoor ik ze eigenlijk ook heb meegenomen. Maar dat komt zo meteen eventjes, want er zit nog iets in waarbij ik het wil gebruiken. Dat is deze. En ik heb ook deze vrolijke met deze. Een beetje planten. Je kunt ze ook aanstrikken, dus dat is ideaal. Dus dat is gewoon heel fijn om aan te hebben met slapen. Nou, het broekje zit eigenlijk heel erg lekker. Ik vind de lengte eigenlijk prima. Vooral ook om lekker in te slapen. Ja, met een lekker shirtje erop is het gewoon heel fijn. De stof is ook gewoon heel erg fijn en voelt gewoon heel goed aan. En ik vind ze ook gewoon eigenlijk wel heel vrolijk. En ja, ze zien er eigenlijk gewoon goed uit. Ze zitten goed. Emmetje valt eigenlijk prima. Normaal heb ik wel S, maar met slapen is een ruimer broekje ook niet heel erg. Dan heb ik een jurkje gekocht voor de kerst. Ik heb hem nog niet gepast, dus ik ben wel heel benieuwd. Ik kwam deze tegen en ik vond deze heel leuk. Hij is van velvet. En dit is hem dan. Hij loopt dus zo schuin. Ik heb een maatje S. Ik ben heel benieuwd hoe die staat. Maar dat gaan we straks zien met de aanbeelden. Maar hij ziet er wel heel leuk uit. Ik dacht, ja, ik heb al jaren eigenlijk dezelfde kerstoutfit. Ik heb eigenlijk al jaren niks anders meer gekocht. Ik dacht, nou, dit is wel leuk voor de kerst. Maar je kunt hem natuurlijk ook aan als het niet kerst is. Maar dat is deze. Die vond ik ook wel heel erg leuk. Nou, het jurkje zit eigenlijk heel goed. Ik vind dat hij heel mooi valt van de voorkant. Je ziet ook helemaal niks. Ik vind de lengte ook wel heel mooi. Voor een S'je valt hij eigenlijk prima. De mouwen die zijn niet super lang, maar dat komt natuurlijk omdat het S is. Maar dat is helemaal niet erg, want dat kun je ook nog weer leuk met een armband of zo. Ja, een beetje verbloemen. Dus ja, ik vind hem eigenlijk heel goed zitten voor een S. En ik vind de stof ook heel lekker aanvoelen, moet ik zeggen. Dan heb ik een hemdje gekocht. En dat is deze. En deze is gewoon heel mooi. Heeft een leuk printje, maar heeft ook een heel leuk achterkantje. Dat staat ook gewoon heel leuk. Hè? Stel dat je een beetje een shirtje aan hebt, wat bijvoorbeeld tot hier zou zijn. En je ziet die achterkant bovenaan uitkomen. Dat is gewoon hartstikke leuk. Tenminste, ik vond het wel heel erg leuk. En ja, ik draag altijd hemdjes. Gewoon ook, eigenlijk zou ik met deze koude tijd hier zelfs nog een t-shirt onderaan moeten trekken. Maar dat gaat niet zo makkelijk, want dat gaat een beetje lastig omdat ik dan snel zweet. Maar hemdjes draag ik wel altijd en ik vond deze wel heel erg leuk. Nou, het hemdje zit eigenlijk ook heel, heel mooi. Het sluit allemaal mooi aan. Ik vind hem aan de achterkant leuk zitten. Je ziet gewoon echt dat het een leuk effect heeft bij de rug. En hij is ook best wel wat langer. Dat vind ik ook wel fijn. Dan kun je hem ook lekker in je broek doen. Dan heb ik nog... Even kijken hoor. Hier zitten volgens mij nog wat dingen in. Want hadden ze er volgens mij toen gewoon ingestoken. Ja, zie. Twee bakken gekocht. Ik gebruik deze bakken boven om op te ruimen. Dus ik heb er twee van gekocht. En dit zijn de 6 liter varianten. Ze hebben dus ook een deksel. En je kunt hier dus gewoon spullen in opbergen. Dan kun je aan de bovenkant plak je een stickertje. Maar deze zijn een beetje van hetzelfde materiaal wat ik al heb. En je had nu echt heel veel verschillende. Je had heel veel verschillende maten. Dus ik heb allereerst deze kleur gekocht. Maar ik heb ook nog een blauwe. En hier kan ik dan mooi weer wat spullen in gaan opbergen om te gaan ordenen. Want ik wil boven gaan opruimen. Dus dit komt dan heel mooi van pas. Dit is ook een 6 liter. Maar je had dus heel veel verschillende. Ik weet niet of het bij elke zeeman zo is. Want ik was ook heel verbaasd toen ik deze ineens tegenkwam. Want ik had ze echt al een hele... ik was een tijd naar op zoek en dan kan je ze niet vinden. In één keer loop je er weer tegenaan. Dus twee van deze mandjes. Wat hebben we nog meer in de aanbieding? Oh ja, ik heb nog een shirtje, een slaapshirt ook met lange mouwen. Dat is deze. Ik vind deze 's avonds gewoon ook heel lekker zitten. Als je dan lekker hebt gedoucht, dan trek je zo'n lekker zo'n shirt met lange mouwen aan. Er staat op Let Your Dreams Blossom. Dat is wel super leuk. Het is gewoon heel fijn
fijn slaapshirt eigenlijk. Nou, meestal met slapen heb ik wel iets met korte mouwen aan. Terwijl lange mouwen wel lekker warm zitten, maar dat trek ik niet qua zweten. Maar ik vind deze wel heel leuk. Nou, het shirt heeft ook weer een hele fijne lengte, moet ik zeggen. Ik vind het zelf altijd heel fijn om hier lekker een lange pyjamabroek onder aan te trekken. Maar ik vind hem ook wel lekker zitten bij de mouwen. Hij zit zelfs nog wat ruim voor de maat die ik heb. Maar het is gewoon zo'n heerlijk shirt waar je s'avonds ook lekker in kan relaxen. Dus ja, ik vind het heerlijk. Nou, dan heb ik dus een setje ondergoed. En deze past precies bij het hemdje. Hier zal ik dus geen aanbeelden van laten zien. Maar ik heb hier allereerst gewoon een BH gekocht. Ik vind het ondergoed van Zeeman heel fijn. En ik heb best wel wat setjes die nu slecht worden. Dus dan moet je af en toe gewoon een beetje aanvullen. Dus ik heb deze gekocht met een bijpassende boxer erbij. Heel leuk. Maar zoals ik al zei, ik ga dit natuurlijk niet aantrekken voor de camera. Maar ik laat het wel zien dat ik het heb gekocht. Maar ik zag het wel voor me. En dan heel erg leuk ook in combinatie met dat hemdje erbij. Dus ja, dat vond ik ook gewoon wel heel erg leuk. Dan heb ik nog een tubetje lijm meegenomen. Lijm gaat er best wel hard doorheen. En ik had laatst bij de Vibra ook al een keertje lijm gekocht. En ik dacht, nou, ik had er al best wel veel van gebruikt. Laat ik nog maar een tubetje meenemen. Dus ik heb nu een 100 ml meegenomen. En deze is gewoon dus van de Zeeman. Niet heel spectaculair, maar wel gewoon handig bij het knutselen en zo. Dus dat is gewoon heel fijn. En dan heb ik nog, en dat is dit. Dit is dus zo'n jurkje waar ik graag in slaap. Maar het probleem is, ik had er dus al eentje en ik had het idee dat die een beetje kort viel. He, dat die aan de onderkant, dat het toch niet heel lang was. En toen dacht ik dus, als je dit hebt en je trekt er dus zo'n broekje onderaan, zo'n pyjama broekje, dan zit het net even wat lekkerder. Dan hoef je niet steeds zo te trekken. Dus dat als je dit er dan gewoon ondertrekt, dat is gewoon makkelijk. Maar ik vind deze wel heel leuk. Het zijn gewoon hele fijne jurkjes om in te slapen. Dus ja, ik vind ze echt heel fijn. Gewoon lekker voor de nacht is dit prima. Dus dat was ook de laatste. Dus ik ben er wel weer heel blij mee. Nou, dit is dus het jurkje om in te slapen. Zit echt heel erg lekker. Ligt ook gewoon heel lekker. Ik merk dat ik ze soms met slapen toch net iets te kort vind. En daarom vind ik het fijn om er dan dus een pyjama broekje onder aan te doen. Hij zit zo als ik sta wel heel netjes. Maar als ik ga liggen met slapen, dan merk ik toch wel dat het wat gaat verschuiven. Dus dan is zo'n broekje gewoon ja, ideaal eronder. Maar het zijn hele fijne hemdjes om in te slapen. Dan waren dit alle spulletjes die ik bij de Zeeman heb geshopt. Ik ben er wel weer heel blij mee. Ik merk wel dat het eigenlijk veel kleding is. Maar net wat ik zeg, ik had sommige dingen alweer een tijdje in huis. En dan vergeet je alweer wat je allemaal hebt. Maar ik ben er wel weer heel blij mee. Dus ja, ik ga het in ieder geval met heel veel plezier allemaal weer gebruiken. Ik ga eerst de kleding eventjes lekker wassen natuurlijk. En dan kan ik het ook lekker gaan dragen. Ik ben eigenlijk benieuwd of jullie graag bij de Zeeman komen. En of jullie er nog leuke aankopen hebben gedaan. Of wat jij de leukste aankoop vond die ik nu heb gedaan bij de Zeeman. Laat het vooral even weten in de comments. Ik hoop in ieder geval dat je het weer heel erg leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf. Daarnaast staat een belletje. Als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online staat. Dan hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Dus zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!